Ja. Wat is dat? Kijk, zo mooi, hè? Oh, gaaf, hè? Zoveel viertakkers bij elkaar. Het is het grootste viertak-evenement van Europa. En Nederland is toch altijd weer het voorland van de viertak. En ook, kijk eens hoe mooi dat aankomt rijden. Ook deze prachtig mooie groep. En ook velen zijn opgeleid ook bij Kartcentrum Lelystad. Een van de hoofdsponsoren vandaag van dit evenement. En natuurlijk Beduwe Opel Demontage, verdiende de drankautomaten, kartservice, Lelystad onder leiding van Johan de Lange, de sponsor van de overal bokalen. Start 84 krijgen we straks natuurlijk ook Pit Award. Eens kijken, die De Haan die is er weer als de kippen vandoor, hè? En ook Daniel Koning heb ik dan alweer de foto's zien maken. Het is prachtig mooi. Ook straks weer op kartfoto.com zijn ze weer te vinden. En ook eventueel kunt u ze daar weer bestellen. Nou, ben benieuwd of verder de Hamer ook als eerste weer het bos uitkomt. Hier aan de commentaarpositie voorbij. De man met Statenbureau 16, met Milan Kok naast hem. Dan Kalis met Kielstra. Komt-ie, ja. Het is inderdaad de man met startnummer 16, nummer 13, Milan Kok, zit daar vlak achter. Dan Kielstra, kijk, 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 ja, probeert het. Werd afgesloten voor hem door Max Knapen met startnummer 1. De man met de meeste punten en verder de Haan, nu de leider. Leider met Milan Kok, met Kok, dan Knapen en Kielstra, met Kalis, met Huytema, dan Branson met Meerhof op 8-9. Demon de Lange met Demi de Lange op een tiende plaats, de dame. Dan Luc de Visser, dan 12 is het Ricardo Haanstra met Van Oostrom, Wout Hofmans en Wolfswinkel. De Bruin en Hendricks en Max Snippers. Die Nick, die heb ik niet meer gezien. Aan de leiding met startnummer 13. Oh, kijk. Heeft een wisseling plaatsgevonden. Het is Milan Kok. Milan Kok aan de leiding. Aan de leiding, dan Hedda de Haan. Hedda de Haan. Daarachter met startnummer. En Milan Kok. Milan Kok op 1. De Haan, dan Max. Zo is de volgende. Op dit moment Luc de Visser. Die de snelste tijd laat noteren, 1.9.256. Nick Schip Snippers heb ik niet meer gezien. Ook deze klasse, de kadetten, ook door middel van toedoen van Katsur in Brabant, die ook de motoren verzorgt. En ook voor de thuisblijvers, wanneer u op de livestream zit te kijken. Betekent dat ook dat de mannen allemaal gelijk, de mannen, zeker die dames, gelijkwaardige motoren hebben gekregen van Katzenberg Brabant. Die ook de totale ging pleegt bij deze klasse. Dus de, met alle respect verdiende kan niet aan gerommeld worden.
Milan Kok, Max Knapen. Verder de Haan aan derde plaats. Max Knop, Max Knapen. Nu op 1 met startnummer 1. Ook de gouden 1 draagt hij ook bij hem. Vorige week ook vele kilometers op Genk liet Knapen zien dat hij uit het goede hout gesneden was. En ook ver voorin bij de roodaxe was hij daar te vinden. De snelste tijd is ook in handen van hem. 1-9-0-6-2. Nou, dan kunnen we het al eens even hebben over het feit voor de thuisblijvers, over de kadetten. De kadetten waar die uit bestaan. Een 7e verjaardag tot en met de 11e verjaardag rijden op sliks. 105 kilogram moeten ze wegen. Dan 160 cc, huur door de organisatie. 6 pk, Maxis rookie banden. Daar is Knapen. Knapen nu op 1. Knapen op 1. Milan Kok op 2, De Haan. Op een derde plaats. Wolfswinkel. Max Wolfswinkel op een 11e plaats. Bestaat de groep 5. En we zien dan Next Drive. Team KSL. Hij is degene met de snelste tijd. Hij rijdt dan wel op een 11e plaats. Met 1.8700 Max Wolfswinkel. En dan de kadetten. Ze mogen in ieder geval niet op regenbanden rijden. Dat betekent dat ze dan straks, wanneer ze verder door zouden stromen, ook een enorme ervaring opgedaan hebben, zeker op bandengebied. En ook hoe je met redelijk gladde banden dan om moet gaan in de regen. Dan in Duitsland wordt dat ervaren als gevaarlijk, gevaarlijk. Nou, in Nederland hebben we dat niet als gevaarlijk ervaren. En die laten gewoon op de slits rijden, zodat zeker mannen en vrouwen er heel veel ervaring met rijden op na kunnen houden. Nummer 3 krijgt 3 strafseconden. En de nummer 3, dat is Mark de Bruin. Mark de Bruin van de wedstrijdleiding krijgt 3 strafseconden. Nou, dan zal ik even voor u kijken wat hij gedaan heeft. En Mark de Bruin, die heeft een... Oh, nou, dat komt niet zo heel vaak voor. Maar nu in dit geval kunnen ze dat op camera terugzien. En Mark de Bruin heeft een valse start. En een valse start voor Mark de Bruin, dat kunnen we dan wel op camera zien, zodra de lichten uit en met camera werken hangen boven de lampen, kunnen we zien of die wel of niet vroegtijdig vertrokken is. En vroegtijdig vertrekken, ja, dat doen ze bij de Nederlandse spoorwegen niet en dat mag hier ook niet. Dus je moet gelijk met je vrienden moet je vertrekken en dan niet naar het voordeel uitputten. Milan Kok met 1.7608 is op dit moment de snelste. En we vinden hem onder de nummer 13. Max Knapen aan de leiding, de nummer 13 op een tweede plaats. Milan Kok, Knapen wederom het snelste tijd, 1.7246. De frames waar mee gereden wordt komen veelal uit Italië bij Parolin. Dan natuurlijk ook eigen vreemden kan je inbrengen bij de kadetten. En daar staat er dan wel eentje heel hoog op het gras. Daar komt hij voorbij, nummer 11, Nigel Hendricks. Mark de Bruin, hij is eruit. Nou, Mark de Bruin die staat ernaast. Die staat in het gras. Ja. Staat het gras bij de ingang van het verlaten van de baan. En wat gaat Mark de Bruin doen? Mark de Bruin, hij gaat door. Maar daar zijn de twee koplopers al. De twee koplopers. Max Knapen. En gaat hij keurig. Nee, fabelachtig goed hè, wat hij daar doet. Mark de Bruin, heel sportief, gaat hij aan de gang. Aan de kant voor Milan Kok en Max Knapen. Hendrik Kielstra op een derde plaats. We starten nog 33 op dit moment. 1.7246. Wat ik al zei, door Taxservice Brabant worden de motoren worden volledig goed geoutilleerd. In ieder geval ook technisch gesproken worden ze goed aangeleverd. Dat
Dit gaat onder leiding van Taxservice Brabant. En zodat de kinderen allemaal gelijke motoren krijgen om mee te racen. Zodat je niet kan denken van, hey, die heeft dit of die heeft dat. Nee, nee, zo is het niet. Het zijn allemaal gelijke motoren. Milan Kok met Max Knapen en Hendrik Kielstra. De man uit Leeuwarden voor Kielstra Racing op een derde plek. Maar wel met een behoorlijk grote afstand. Knapen nu naar een tweede plaats. Milan Kok op 1. En dan Kielstra toch al zich heeft weten los te weken bij de anderen vandaan. En we zitten in de 9,5 minuut. 9,5 minuut. Toch het weer heeft gelukkig niet verder toegeslaan met regen. En ik hoop dat het ook voorlopig zo even blijft. Het is wel zo gezellig en zo mooi voor de wedstrijden. Ook voor de mensen die weer uiteraard met regen. Daar is de nummer 11. Dat is Nigel Hendricks. Met Mark de Bruin met zak nog 3. Daar zitten we nog te wachten. Tenzij die er nog even naast staat. Daar is hij, 13, Milan Kok. 1 minuut. We gaan naar de laatste gedeelte van deze mans bij de kadetten. Prachtig mooi om te zien om naar zulke. En ook al eerder uitleg gegeven heb aan wat de mannen doen, waar ze vandaan komen. En dat zal ik straks ook bij de laatste man ook nog even bekend maken. En ook natuurlijk de wetenswaardigheden van de rijders. Max Knapen, 1.06.050. Ik durf het niet te voorspellen wie het zal worden. Zal het Milan Kok zijn of Max Knapen zijn die hier als eerste over de lijn gaat. Durft er geen euro op te verwedden. De twee wisselen continu van plaats. Van 1 naar 2. Van 2 naar 1. En dan is Max Knapen dan wel, zou je denken, de beste kans hebben. Maar Milan Kok doet zeker niet onder voor Max Knapen. Dat betekent dat het 1 van de 2 zal moeten gaan worden. Ze zitten ook heel, heel dicht bij elkaar. Inmiddels heeft hij toch van elkaar gekregen wat meer afstand, Milan Kok. En Knapen moet erop toezien. Dat hij dan toch mogelijk kijkt of hij het gat nog dicht kan rijden. En dat kun je dan ja, op verschillende manieren doen, zal ze niet roepen. Want bij elke rijder is dat verschillend. Milan Kok wederom de snelste tijd. 1.5.8.2.3. De baan droogt al meer en meer op. De droge sporen zijn te zien. Dus het is ook de moeite waard om ook weer op sliks weg te gaan straks bij de volgende man. En bij de volgende mans krijgen we dan te maken met de paarling Rocky. Milan Kok, 1.5.8.2.3. Snelste tijd. Knapen met de gouden 1. De man met de meeste punten voor Hugo Motorsport op een tweede plaats. En Hendrik Kielstra voor Kielstra Racing op een derde plaats. Met startnummer 33. De man komend uit Heerenveen. En ook zijn zusje rijdt dan in de klasse hierna. Komen ze, de twee campanen van deze mans, Milan Kok en Max Knapen, 1 en 2. Op een derde plaats, waar vinden we, net startnummer 33, Hendrik Kielstra. Prachtig mooi gedaan, Hendrik. En alle mannen en zeker dames, van harte gefeliciteerd. We zien Kielstra, Visser de Haan, dan Carlos Meerhof, Wolfswinkel, met Damon de Lange. Dan, met Wout Hofmans, Damon de Lange met Wilkert Branson, Ricardo Haanstra, Juri Huytema en dan Demi de Lange, dame in het gezelschap, op 14-15. Olivier van Oostrom met Nigel Hendricks en Mark de Bruyne.